Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Rise of the Tomb Raider hier op Vaku Games. En jongens, de vorige keer heeft Lara eventjes lekker binnen mogen spelen in deze oude verlaten uraniumgrot. Gelukkig hebben we de hele tombe compleet uitgespeeld. We hoeven hem nooit meer te doen. Ik hoef er nooit meer aan te denken. Het was echt de meest verschrikkelijke graftombe die ik tot nu toe heb gespeeld. En dan reken ik ook nog de tombe die we ooit eens een keertje bij de zaagmolen hebben gezien. Reken ik daar ook in mee. Ik wil gewoon geen uraniummijnen meer zien. Ik wil geen kerncentrales meer zien. Ik wil helemaal geen ellende met uranium of kernreactors ooit meer meemaken. Ik ben helemaal klaar met die dingen. Sovjet-installatie. Kunnen we hier naar boven? Waarschijnlijk wel, hè? Let's go. Maar we zoeken trouwens nog steeds. Daar moeten we heen. We moeten nog steeds Jacob vinden. En elke keer worden we afgeleid. Dat is wel heel typisch. Maar ja, het hoort er ook een klein beetje bij natuurlijk, hè? Vaak ook gamers constant afgeleid worden. Waar gaan we heen? Die kant op? Waarschijnlijk wel, want ik zie daar allemaal stof. Dus dat zullen we in de fik moeten steken. Kunnen we hier erop? Waarschijnlijk wel, hè? Kunnen we dan hier dingen wegbranden? Brandbare versperring. Ja, dat had ik ook wel begrepen dat het een brandbare versperring was. Zover was ik ook wel vandaag. We moeten eventjes een beetje sterke wodka hebben. Om lekker in de fik te steken. Zit hier wodka achter? Nee, wat dit. Dan moertjes. Deze kunnen ook nog hopetjes. Dan kunnen we ongetwijfeld een pijl uithalen. Oh, we hebben wel pijlen. Oh, die hebben we natuurlijk gisteren gebruikt. Bij de vorige. Brandbare versperring. I know. We moeten dit in de fik steken. Want Lara Croft kan hier niet tussendoor piepen. Dat kan ze niet. Dat is, nee, daar is ze veel te dik voor. Kom op, Lara. Zelfs ik had daar nog tussendoor gepast. Misschien hebben we dan maar een stukje deze kant op moeten. Moeten we even kijken of we hier ergens wodka vinden. Zoals dit. Geef maar hier. Hé, spulletjes. Moet je laten we maar staan. We hebben genoeg spulletjes. Wij gaan even kijken, jongens, welke kant we op kunnen. Dit maken we eventjes een brandbaar ding van. Branden, bitch. Kijk eens wat er wat achter zit. Achterdeur nummer 1. Nee. Hé, wodka. Heb ik echt gemist net, Jun? Super zonde. Wat zit hier dan in? Hier is ook een brandbaar ding. Wat is daar? Let's go and check. Oh, kijk uit. Kijk uit dat je geen aangebrande persoonlijkheid krijgt, Lara. Want dat is wel gevaarlijk. Wat zit hier nog in? Hallo? Oh, spulletjes. Was dat alles? Oh, daar, en een kist. Haha! Een kist met een item. Soviet military dog tags. Standard issue. The name is... Yuri Ravdonikas. Yuri Ravdonikas. The word convicted is stamped on the back of the tag. Waar staat zijn naam dan? Ik zie hier geen naam hoor, Lara. Ik snap wel dat dit veroordeeld betekent. De naam is Yuri Ravdakonis. Dat staat er helemaal niet op. Er staat op BCCCCP en dan een nummer. No way dat Lara Croft alle gevangenen nummers van heel Sovjet-Rusland uit haar hoofd kent. Geloof ik er helemaal niks van. Alhoewel, het is Lara Croft. Die heeft voor de rest nog niks nuttigs te doen thuis. Let's go! Kijk wat we hier kunnen vinden, jongens. We moeten hier natuurlijk wel in. Ik zie daar allemaal verlaten Sovjet-gasten. Oh, het was zo ontzettend gezellig hier. Oh. Wil je het even laten liggen, vriend? Lekker los te bewegen af en toe. Wat is dit? The hero of the Soviet Union medal. It's the highest honor given for acts of heroism. Perhaps one of the Gulag officers. Van wie is die? Van deze meneer. De held van de Sovjet-Unie. Dat is de hoogste medaille die er is. Steek in je zaak, levert een hoop geld op, Lara. Hé, hey, paddenstoelen. Lekker om te likken, jongen. Weer zo'n ding van Rusland. Another Soviet plaque. Wat staat erop? Ze vertelt niet eens wat erop staat. Het is een Russische plek. Oké, okay, leuk. Dat wist hem. Hé! Niet met je pistool, Lara. Hup. Open trekken. Kijk wat dit is. Achterdeur nummer 1. De trap. Oh, 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 dat was dit de bedoeling. No! Uh-oh. Lara Croft. Jij enorme kneus dat je bent. Dan liggen we weer beneden. Oh my god. Had even gekeken waar het uitkwam. Voordat je al je domme dingen gaat lopen doen. Dan kan ik weer helemaal terug naar boven klimmen. Nou goed. Op zich kan het ook niet zo erg ingewikkeld zijn. Hoe gaan we dat doen? Hier kunnen we sowieso niet heen. Oh jawel. Kunnen we hier dit. Deze kant moeten we op. En dan verder naar boven. Kom maar. We hadden hier al lang weer breed doorheen moeten zijn. Misschien natuurlijk weer eens geleden rijdt op. Ik laat me constant afleiden en dan val ik weer in een of andere domme valstrik. Ik dacht dat ik valstrikken had kunnen leren herkennen met de tombe van de vorige keer, maar blijkbaar niet. Lara Croft is niet zo goed in het herkennen van grote glijbanen. Helaas. Nou, gelukkig valt het ook allemaal wel mee.
De moeite is het allemaal, jongens. Het valt allemaal reuze mee. Ik moet mezelf ook niet zo aanstellen. Lara Croft doet domme dingen, maar ik doe waarschijnlijk nog veel dommere dingen. Kunnen we hier gewoon doorheen, Lara? Zwaaien aan touw. Zullen we het niet doen? Waaah! Of je even wil uitkijken. Levensgevaarlijk. Trek dit maar eens eventjes kapot. Hoppakee, naar beneden met die dingen. Want daar moeten wij heen. Kom op, naar boven. Beter dat Jacob ons ontzettend dankbaar is voor alle moeite die we voor hem gedaan hebben. Uh-oh, wow. Hoe heeft Jacob dit allemaal gedaan? No way dat hij dit allemaal zelf uitgevogeld heeft. Zo lenig zag die gozer er niet uit. Hop, en door. Hier hebben we voor moois. Hey, pijlen. Nuttig. Hoe ziet het eruit als pijlen? Oh, dat zijn bandes. Bandages. En een vogelnest. Oh, dat is geen vogelnest. Een extra spulletjes. Maar ik heb echt 100.000 miljoen miljard van die spulletjes, man. Ik heb ook 100.000 miljoen miljard pijlen. Ik denk dat we gewoon naar boven moeten, hè? Geen uitstel meer, Lara Croft. Gewoon naar boven. Gewoon doen wat je moet doen. Anders komen we natuurlijk nooit meer thuis, hè? Oeh, een radio. Er staat er een vent. En goede reis naar beneden. Dat betekent waarschijnlijk dat er hier nog meer rondlopen. Als ik hem geschoten had, dan hadden ze me sowieso gehoord. Even uitkijken, jongens. Loop hier dus random gasten rond. Daar. Daarheen. Maar het wordt dus bewaakt hier. Moeten we heel even... Een kist. Een kist. Een hele grote kist. Kan die niet open? Oh, je hebt de lockpick van nodig. Ik ga gewoon eens een game uitspelen zonder de lockpick, hoor. We kijken het even lekker. Daar is weer een ding. Maak me vast. Hopelijk kunnen we die kust wel openmaken. Got it. Kom op, pak je gun. 1. Er was er nog eentje daarachter. Hoe hebben die gasten me gehoord? Waarom kan ik hem niet raken? Reload. Nee. Dat is mijn tactiek, maat. Branden zal je. Reload. Jongens, vangen. Jullie auto's of een vodka? Hier. Er zit er daarboven ook nog eentje. Waar niet daarheen? Kijk uit! Waar je die dingen gooit, Croft. Misschien hebben we onze andere gun moeten pakken. Onze grote gun. Die hebben we niet uitgeprobeerd. Wow, er is een bakkes heen. Volkomen terecht ook trouwens. We kunnen naar links of we kunnen naar rechts. Laten we naar links gaan. Waarom? Weet ik niet. Ze hebben dichterbij. En Lara is ontiegelijk lui. Hoe makkelijker het is, hoe makkelijker. Geef mijn kogel terug. Dat was een dure kogel, maat. We waren sowieso op hetzelfde punt uitgekomen. Hoger is goed. Jacob heeft gezegd dat hij hoog op ons zal wachten. Dus we moeten gewoon proberen om maar naar boven te komen. Dat is het enige wat we kunnen doen. Hopelijk wacht hij ook echt op ons. En was het niet een of andere gekke prank of zo van hem. Als dit een prank is, Jacob, dan schiet je echt door je bakken heen, jongen. Dat je het even weet. We kunnen het toch waarschijnlijk wegbranden. Wat is dit? Een radiootje? It's not nukes. Nee, het zijn geen atoombommen. Gelukkig niet, nee. Het zou nog wat moeten wezen. Daar moeten we sowieso heen. Cut it. Hop. Go, Lara Croft, go. Hoppa, gun erbij. Lara, are you there? Nee, ik ben er niet.
Uh-oh. We hebben grotere problemen dan een dode kraai. Misschien moeten we hier niet gaan lopen schieten. Shit. They're already inside. Ze zijn er al. God willing, that'd be too easy. Let me see that activity log. Hij zit hier achter. Pas kunnen plukken. Let's crack it open. Who's got the ze zitten hier. On it. Okay, the rest of you don't touch anything. Hergroepeer met Jacob. Heb je nog iets van drank? Ja. The last report. Got him. 3. Hoeveel zijn er? Daar is er ook nog één. Ik weet niet wat het doet, maar het ontploft. Dus dat is altijd awesome. Waar zijn die gasten? We blazen alles op wat we tegenkomen. Waar is Jacob? Jacob, maat! Oeh. Dat ziet er heel gevaarlijk uit. Hebben we nog iets van drank of zo? Om het tegenaan te gooien? Ik wil een benzine-ding. Dat is ook wel fikken. Hé, hey, kom mee met die benzine. Benzine brandt ook, sowieso. Dat heb ik op televisie gezien. Hier is drank. Dat is alleen maar een lege fles. Dat kan er maar aan. En een kist. Dat is van mij, nee. Hier is drank. Maar dat zal wel een flinke boom geven, want ik zou ook nog een soort van gas erbij. Hier. Ze komt eraan, absoluut. Koek, koek, here we are. Gaslekkages, uh-oh. Oh, boorschot. Got it, reload. Rot op met dat ding, weet je wat ik hoorde? Hou het bij je. In je face. Ziet eruit als de gaspijp. Go. Netjes geschoten. Branden zal je kreng. Jacob. Jacob. Ik hoop niet dat even deze gast Jacob is, want dan heeft hij wel een probleem nu. Uh-oh. Rot op. Mis. Oh, recht in zijn face. Uh-oh. Hier. Branden. Deze nemen we mee voor een explosief. Hoppa. Tweede keer. Oh nee, leeft nog. Nou niet meer. Executiestijl. Dat ziet eruit als een gas. Uitkijken met vuur en gas. Just saying. Deze toko gaat zo meteen echt de lucht in. Jacob. Wah! Holy spetterpoep. Kom op, mikken. Hier. Jacob? We hebben Jacob niet. Dit is zo'n evil gast. Nog een evil gast. Uh-oh. C is ontwijken. Ja, dat snap ik. Ah! Uh-oh. We moeten deze gasten zien te branden waarschijnlijk. Hier, hebben we gewoon opgeblazen door zijn eigen vriend. Dat is sukkel. Hier, branden. Gratis crematie voor de Vaco. Hier. Die andere gast is sowieso al dood. Er waren er 3, er zijn er nog maar 2 over. Die andere gast heeft zelfmoord gepleegd, denk ik. Wat een sukkel. Kunnen we daar doorheen? Dat is echt de meest nutteloze deur ooit. Waarom zou je hier een deur bouwen? Nee, whatever. Ik ben niet degene die dit gebouw heeft ontworpen. Je moet mij sowieso geen gebouwen laten ontwerpen. Dat gaat sowieso fout. Klim naar boven, Lara Croft. Hoe komen we hier weg? Via dit waarschijnlijk. Go! Jappa!
Uh-oh, hey! Mooie worp! We seem to be making a habit of saving each other. Volgende keer even wat eerder komen, dude. Man, man, man. Yes. Gaan we dat dan weer aanpakken? You don't have to do this. Can't get rid of me so easily. I still need some monsters. And there's no time to waste. Dwars door de donkere grot. Vind een pad door de berg. Verlaat de mijnen. Vaco Gamers, dat gaan we lekker morgen doen. Ja, Jacob, ga jij maar vast. Ik moet even mijn outro doen, oké? Ga je maar vast, ik kom zo wel achter je aan. Voor nu wil ik jullie natuurlijk ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Rise of the Tomb Raider. Mocht je nog geen like gedaan hebben op deze video, knal hem er zeker eventjes op. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op Vaco Games, ga dat dan ook zeker even doen. En zometeen in het eindscherm kan je ook klikken op het witte Vaco Games logo. Daarmee abonneer je namelijk op mijn tweede YouTube kanaal Vaco Nova. Krijg je ook 3 keer per week gloednieuwe video's te zien. En ik hoop eigenlijk dat je dat toch even voor me zou willen doen. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wil je ontzettend bedanken voor het liken. En tot morgen jongens bij de volgende aflevering van Rise of the Tomb Raider. Hier op Vaco Games. Mazzel!